Goedemorgen, mijn naam is Stijn Kanters. Ik ben directeur-bestuurder van woonzorgcentrum Sint Franciscus in Geelze. Wij doen van harte mee met het initiatief Geelze Rijen Helpt. Wij hebben hier natuurlijk zelf heel veel te maken met het coronavirus. Onze bewoners zijn zwaar getroffen. Ze hebben geen bezoek meer. Normaal gesproken zijn wij heel erg afhankelijk van vrijwilligers. Nu nog steeds. Maar omdat ons huis gesloten is voor bezoek en alle activiteiten zijn gecanceld, zijn we op dit keer op een andere manier aangewezen op vrijwilligers. Er zijn heel veel hartverwarmende initiatieven. Kaarten, bloemen, gebak. Je kan het zo gek niet verzinnen of er wordt aan onze medewerkers en bewoners gedacht. Dus vandaar dat wij dagelijks aan de levende lijve ervaren hoe belangrijk het is dat vrijwilligers een handje helpen. En mocht dat voor u ook het geval zijn, bel dan het telefoonnummer dat hiervoor beschikbaar is. Geelze Rijen Helpt is een prima initiatief. Het is eigenlijk een soort hulpcentrale in deze coronacrisis. Een groot aantal vrijwilligersorganisaties werkt hierin samen en dat is op zich al mooi. En daarom hebben wij als seniorenvereniging besloten om ons hierbij aan te sluiten. Senioren hebben over het algemeen toch meer hulp nodig, meer vragen dan jongeren. Zeker als het gaat om praktische zaken. En mocht u deze praktische hulp nu kunnen gebruiken of nodig hebben, dan kunt u bellen naar Geelze Rijen Helpt tussen 's morgens 8 en 's avonds 8. Maar niet alleen voor praktische hulp, maar ook voor een luisterend oor mag u bellen. Mensen willen vaak graag anderen helpen. En dat blijkt wel uit het feit dat er bij Geelze Rijen Helpt soms meer vrijwilligers zijn dan vragen. Dus hebt u hulp nodig, hebt u vragen en kunt u het zelf niet makkelijk oplossen, bel dan naar Geelze Rijen Helpt. Ook wij als moskeebestuur steunen de initiatieven van vrijwilligersorganisaties. Het is een moeilijke tijd voor iedereen en het is belangrijk dat we de handen ineens slaan en zorgen dat we elkaar hier doorheen helpen. Dus daarom zorgen wij ervoor dat we ook alle mensen en alle signaal die we hierover krijgen doorverwijzen naar de nummers die daarvoor beschikbaar zijn. Dus heb je hulp nodig of weet je dat er hulp nodig is voor mensen in je omgeving, neem dan contact op. Jamian et olarak biz de kuruluşların vermiş olduğu yardımı destekliyoruz. Her şekilde ihtiyacı olan, çevrenizde ihtiyacı olan, sorular olan insanlar varsa direkt o alttaki numaraya arayabilirler veya cami yönetimimiz aracılığıyla onlara ulaşabilirler. Hepinize sağlıklı günler dileriz.